Ja, lieve luisteraars en kijkers. Het is Pasen, maar al is het Kerstmis of Pinksteren of Sinterklaas, dat kan ons niet schelen. Wij laten ons miljardenpubliek niet in de steek. Dus we gaan ons best doen met Rob Jansen. En met René van Grijp, zonder Wim helaas. Ja, maar Wimpie. Ja, we zullen toch de smachtende massa maar weer gaan bedienen vandaag. Ik zeg, gisteren eigenlijk zat ik een beetje zo met die Hartman, weet je wel. Ja. Toen dacht ik bij mezelf, zo zie je maar. Quilinci Hartman, we gaan even uitleggen over wie het gaat. Dat hij zijn kruisbanden gescheurd heeft. Ja, Feyenoord-speler. Ja, maar dan zie je toch maar weer dat het zit in een klein hoekje, nou, weet je wel. Wij roepen wel eens van, joh, natuurlijk had hij Donny van der Beek niet naar Manchester United moeten gaan. Want het feit dat hij daar zou mislukken, ja, die kans was aannemelijk. Ja. Maar aan de andere kant, weet je wel, als je die kans krijgt en... Weet je, je hebt nou wat leuke centjes verdiend. En Donny van der Beek is natuurlijk het helemaal het verkeerde voorbeeld. Omdat die is ook nog twee keer uitgeleend en het is mislukt. Maar want normaal als je naar Bayern gaat en je wordt uitgeleend, kom je ook wel weer bij een leuk clubje terecht. Ja, weet je, dat zie je aan Boadu. Die gaat naar Monaco, die mislukt. En die, nou ja, die speelt dan nu bij Twente. Ja. Maar weet je, omdat wij nog wel eens beter een jaar kunnen blijven. Nee, je ziet daar zo'n ventje nou. Dat is toch ook vaak het argument voor die spelers om dat te doen. Kijk, weet je wat het is, Bies? Stel je voor, zo'n Napoli volgt dat mannetje nu. Die schakelen vandaag over. Ja. Die gaan er niet op zitten wachten tot hij een keer fit is. Die interesseert het verder ook geen ene zak natuurlijk. Nee. Maar zo zie je maar, weet je wel, dat wij roepen nog wel eens van, joh, die had beter een jaartje kunnen blijven aan de andere kant, als je die kans krijgt. Ja, maar hoe kijk jij daarnaar? Want dat is eigenlijk jouw vak. Gedeeltelijk was het altijd om carrières te begeleiden. En dan maak je een soort plan. Een soort stappenplan van. Ja. Of ben jij ook van de school die zegt, als je zo'n kans krijgt, dan moet je hem grijpen. Want als je je been breekt, dan is hij verkeken. Nou ja, eigenlijk. Dat laatste. Kijk, er is in voetballerij, en het voorbeeld van René is waar natuurlijk, is niks te plannen. Nee. Dus dan ben je een jonge speler en dan komt een grote club in Europa. En die zegt, nou, je kan bij ons, weet ik wat, je kan verdienen 3, 4, 5 miljoen. En die hele omgeving zei, ja, maar je bent nog niet klaar voor Napels of Roma of whatever. Nee. Dan zeg je, nou ja, waarschijnlijk niet, nee. Maar weet je wat ik nou ga doen? Ik ga het gewoon doen. Ik ben wel klaar voor het salaris, zeg je dan. Nou ja, ik ben financieel in mijn toekomst ook redelijk verzekerd. Ja. Mocht het daar misgaan, dan ga ik een stapje lager, wat jullie ook zeggen. Ja. En dan ga ik daar eens kijken wat er gebeurt. Nee, maar dat is ook het mooie van voetbal. Daar moest ik ook weer aan denken in verband met Hartman. Dat ik nu lees dat Mislintat... Ja. Die toch echt bewezen heeft dat hij eigenlijk naar de kloot heeft geholpen. In 3 maanden. Naar wie nog een onderzoek loopt, trouwens. En nu bij Dortmund. Die gaat gewoon bij Dortmund tekenen. En die mensen, daar staat er ook zo'n quote in van zo'n Dortmund-bestuurslied. Die zegt, we hopen hem zo snel mogelijk vast te leggen. Ja, bizar, hè? Maar is het echt waar? Het is echt waar. Maar ook al zou het niet waar zijn, zo gaat het toch in het voetbal. Nou, je blundert, je wacht eventjes en je kan weer opnieuw beginnen. Maar dit is wel heel extreem. Ja, oké. Hij komt van Dortmund af, hè? Ja. Dus misschien liggen daar bepaalde roots, dat zijn heel andere visie om hem hebben. Maar dit is in de internationale voetbalwereld totaal krankzinnig wat hier gebeurt. De stelling klopt wel, wat jij zegt. Maar deze meneer, dit is gewoon totaal absurd. Dus er is met de Dortmund directie of bestuur iets mis. Ja, maar nou doet zich straks, dat kan ook nog, de situatie voor, dat hij door een soort geluk... Want daar ben ik altijd met René eens, dat de factor geluk in het voetbal ook zo waanzinnig groot is. Ja. Stel nou dat hij mazzel heeft, hij doet wel een keer een goede aankoop en hij heeft succes. Dan is hij weer helemaal. Heeft niemand het meer over Ajax? Nee, dan heeft hij alleen Ajax vernietigd. En voor de rest ging het goed. Ja, maar in Duitsland heeft niemand dat dan allemaal over. Nee, want Duitsland zegt, ja, kan ons Ajax schelen. Ja, dat is toch waanzinnig, hè? Ja. Het is niet uitgesloten. Ja. Hey, jongens, het is Pasen. Dat kan je niet ontgaan, want er liggen hier hele gezellige paaseitjes. Nou, Motte heeft de eitjes meegenomen. Maar ik zag gisteren, ik weet niet of jullie dat origineel hebben gezien van het filmpje, gisteren in Studio Voetbal besteden ze er ook even aandacht aan. 20 jaar geleden dat Co Adriaanse zijn spelers paaseieren liet zoeken. Ja. En bij Willem II? Willem II was dat? AZ. AZ, oké. En TV Noord-Holland, of hoe heet dat daar, had een geweldig filmpje gemaakt met Barry van Galen, die terugkeken. Heb je het gezien? Nee. Ik heb het niet gezien. Dat was leuk, omdat het gaf zo goed de waanzin van het voetbal en de waanzin van het moment weer, weet je wel. Ze keken dus nu terug, 20 jaar later, op die actie. En ze zagen zichzelf na de training paaseieren. Maar er waren trouwens helemaal geen paaseieren, hè? Oh, nee, had hij had dat alleen maar gezegd.
Dat was het mooiste van alles. Dus je zag Martin Haar. En wie had je allemaal? Barry van Galen, dat elftal. Ja. Die zochten zich de pleuris. Max Huiberts. Ze lagen er niet. Ze lagen er niet. Maar ik vond het zo leuk, omdat je dus, omdat die gasten er nu naar zaten te kijken. Ze hadden dus straftraining gekregen. Ja. Ze moesten met de doelen slepen en zo. Hij liet en ze erop lopen. Dat soort dingen. Ja, dat was bij Willem II. Ja, ja, ja. Maar ze zaten er dus nu naar te kijken van, absurd en waanzinnig eigenlijk dat we hieraan hebben meegedaan. Ja. En zat ik aan jou te denken, want jij hebt ook wel eens een straftraining gehad. Sterker nog, wel meer dan één, denk ik, in je carrière. Ja. Nah. Maar hoe keek jij daar tegenaan toen je actief was? Straftraining, René? Straftraining? Ja, ik kan mezelf van jou nog een filmpje herinneren. Ja, met Guus Hiddink. Met Guus Hiddink, ja. Ja, die zei toen dat ik voor mezelf aan het trainen was in het bos. Tegen Siert de Vos. En toen stond ik achter hem. Siert vroeg stond ik achter hem. Siert vroeg aan Toen stond ik achter hem en toen deed ik zo. Ja. Siert vraagt aan Hiddink waar is René van der Gijp. Hij zegt, iemand moet even zijn telefoon uitzetten. Ja. Die zegt, ja, René is zijn straftraining aan het doen. Nou, nee, zegt Siert. Hij mag een straftraining aan doen. Jawel, zegt Hiddink. Hij is 3 kilometer aan het lopen. Of zie je hem op de achtergrond naar het parkeerterrein wandelen. Maar ja, absoluut een leuk fenomeen, toch? Straftraining, ja, voor volwassen mensen. Ja, ja. Zou dat nog bestaan? Ja, nee, maar ja. Ja. Kijk, ja? Je hebt natuurlijk met 20ers te maken. Ik bedoel, wij kijken er nu op terug. Ja. Maar ja. Dat toen had je dat soort dingen. Ik zag gisteren toevallig nog. Heb je dat nog gezien tijdens de wedstrijd Olympique Marseille, Paris Saint-Germain? Erik Gerrits werd op het veld geroepen. Oh, dat heb ik niet gezien. Als oud trainer. Hij kreeg een staande ovatie. Broos, joh. Ja, ja, ja. Hij is echt broos. En ik vond het. Het was best aandoenlijk om te zien. Weet je? Dat Liverpool was dat. Wie was je in Liverpool? Hodgson? Roy? Nee, Eriksen. Die was er. Juist, Eriksen. Ja, die heeft niet lang meer te leven. Juist. Ja. Ja. Dat was ook wel maar er was nog eentje. Er was er nog één bij. Die heeft ook kanker, toch? Die Duitser. Die later in Italië nog met Pierre van Hooijdonk gewerkt. Christophe Daum. Oh ja? Christophe Daum. Ja, die heeft ook longkanker. Ah, oké. Okay. Ja. Maar Gerrits, was daar een soort actuele aanleiding voor? Of was die gewoon... Ik denk dat het zoveel jaar terug is dat hij daar trainer was. Ja. Maar hij is kampioen geworden. Hij heeft een goede loopbaan gehad als trainer. Ja, ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ja, maar hij werd trainer van Lierse, werd kampioen. Ja. Toen werd hij trainer van Brugge, werd hij ook kampioen. Trainer van PSV kampioen. Trainer van Olympique Marseille. Hij heeft echt een waanzinnige carrière gehad als trainer. Daarna is hij... Heeft hij lang in een zandbak getraind? En toen is hij nog naar Marokko gegaan, volgens mij. Ja. Best een mooie carrière gehad. Als ik mijn ogen dicht doe en ik denk aan de trainer Gerrits, dan zie ik hem op dat hek afrennen. Ja, weet je wel? Met die supporter. Door de hek. Bij PSV. Iedereen vlucht weg maar en hij rent er naartoe. Maar het leuke was daarvan... Ze luisterden. Dat is waar. En dat wij zeiden in het Westen, zou ik niet doen bij ADO en bij Feyenoord. Zou ik niet doen. Ja, dat schijt aan bij PSV. Maar dat bewijst ook dat die supporters heel lief zijn. Ja, ja, ja. Dus dat die supporters in Eindhoven, die met 100 door dat hek kwamen, maar ook schrokken. Ja. Die dachten, hey, ik sta op het veld. Ja. Dat is verkeerd. Ja, dat is niet goed. Ja. Ja, maar dat zie je vaak. Maar die, en hij duwde ze terug. Dat vind ik altijd heel grappig. Als je zo'n supporter het veld op rennen om iemand aan te vallen, dan zijn ze op 2 meter afstand en denken ze, wat moet ik nou eigenlijk doen? Staat altijd heel lullig. Maar in Turkije wisten ze het wel. Ja, zo, ja, ja, ja. Ook zie je het, ja. Laat het nu zien, ja. Erik Gerrits. Ja. Hij is wel... Je moet wel goed kijken om hem te herkennen. Ja, hij is broos. Ja. Dat was de wedstrijd waar Mbappé tot zijn grote plezier werd gewisseld, hè? Ja, dat doet hij iedere keer, hè. Zo zie je maar, dat is geen voetbalclub, joh. Nee. Dat zou toch Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United... Die zullen nooit met zo'n speler omgaan. Want het gaat puur om geld, natuurlijk. Ze moeten hem volgens mij nog voor het einde van het jaar... moeten ze hem volgens mij nog 90 miljoen euro tekengeld geven. Die willen ze niet geven. Nee. En ze willen dat hij die laat zitten. Ah, en dit is pesten. En dit is pesten, ja. Dit is pesten. Ook ten koste van de toeschouwer dan. Ja, hè? Maar ook... Weet je wat het ook is, Mies? Ik heb nu het idee dat hij bij zichzelf denkt, joh, laat me gaan. Ja. Maar ook ten koste van het EK. Ik bedoel, het is ook lekker als zo'n jongen dadelijk lekker het EK ingaat. Lekker in zijn vel zit. Ja, lekker in zijn vel zit. En wat doe je nu? Nu ga je hem 2 maanden ga je hem lastigvallen. Ja, ja. Elke keer na een uur wissel je hem. Of in de rust wissel je hem. Maar wie geeft dat aan? Ja, die trainer. Ja, maar die wordt natuurlijk gevoed. Die wordt van bovenaf iets gezegd. Ja. Dus die trainer kan ook zeggen, daar heb ik scheid aan. Hij speelt.
Ja, dan gaat die trainer eraan waarschijnlijk. Ja, dan heeft hij wel karakter. Ja, ja, maar die trainer die zegt... Baan. Die zegt wel karakter, maar geen baan. Maar weet je hoeveel geld hij al verdient? Ja, maar die trainer zegt maar één ding op heel de tijd. Er is maar één die bepaalt wat hier gebeurt, dat ben ik. Ja, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Dat is onzin. Maar hij was er wel klaar mee. Er is geen trainer die dit doet. Hij was er wel klaar mee, want hij ging niet eens in de dugout zitten. Hij liep gelijk door naar de gek. Ja, maar hij wordt iedere keer in de rust gewisseld. En dan zegt die trainer, heb heel lang gezegd... Ja, ik doe het omdat we moeten volgend seizoen ook zonder hem. Dus ja, zo kunnen we kijken. Onzin. Het is al, nee, maar Rob, het is allemaal onzin. Maar het is zo'n zonde. Zo, jij denkt toch niet dat Madrid met Benzema of wat dan ook zo omgegaan met Beckham? Nee. Dat doe je niet. Dat nee, maar doe ik je vind niet. Het ook zo irritant dat je dan helemaal scheid hebt aan het gegeven dat voetbal voor publiek wordt gespeeld. Ja. Voor die mensen in dat stadion. Ja. Die komen waarschijnlijk uit heel Frankrijk om die jongen te zien. Ja. En voor al die mensen die een abonnementje hebben om dat Franse voetbal te volgen. Ja. Nou, dat is Henk Spaan en nog een paar mensen trouwens in Nederland, maar toch. Ja. En dan haal je hem eraf, de beste speler. Ja. Weet je wel. Ja, elke keer weer. Ja, elke keer. Ja, ja. Behalve dan met de Champions League, dus schoot hij er drie in volgens mij. Ja, ja, ook wel weer knap, hè, van zo'n mannetje. Maar dat was natuurlijk tegen die Duitsers, weet je wel. Dat Frankrijk speelde tegen die Duitsers. En die Duitser zei, ik heb na één minuut even die Mbappé laten voelen dat ik er was. Maar dan denk ik, ja, die Mbappé kan ook na één minuut gedacht hebben. Het is niet, er is niet zoveel zin in onzin, nee, weet je wel. Nee. Dus en zo'n Duitser heeft dat er nu op zijn... hij heeft Mbappé uit de wedstrijd gespeeld. En dan denk ik, weet je, dat mannetje. Dat dacht is vriendschappelijk. Zoek het lekker uit, joh, die gekkigheid. Ik heb dat wel eens meegemaakt. Nou ja, dat zegt met een hele oude voetballer. Ik weet niet of die naam je nog wat zegt. Rinus Bennaerts. Ja, tuurlijk. Hij leeft niet eens meer uit het elftal van jouw record. En die heeft een keer in Nederland-Brazilië gespeeld, hè? 1-0 in Amsterdam, ergens in de jaren 60. En die stond tegenover Pelé. Ja. En die heeft zijn hele leven lang op verjaardagen verteld dat hij Pelé uit de wedstrijd had gespeeld. En die woonde in Bergen, hele aardige, zachtaardige man. Die had in Bergen op Zoom, op zijn zolder, zoals het hoort bij een oud voetballer. Zijn eigen Rinus Bennaerts privémuseum. Daar stonden zijn oude schoenen en een sok van Pelé. Dus ik naar Bergen op Zoom. Ik wil die sok zien. Geweldig verhaal. Ja. Ik met die man daar zitten in die huiskamer. En hij vertelde hoe die Pelé uit de wedstrijd had gespeeld. Dat Pelé na een uur spelen, riep Pelé naar de kant wisselen. Hij zei, je had er gewoon geen zin meer in. Maar ik heb me een beetje voorbereid. Ik had gelezen, die Pelé die maakte een hele tournee door Europa. Die had overal contractueel laten vastleggen dat hij maar een uur speelde. Dus in elke wedstrijd, na een uur, keek hij op zijn loge, die Pelé. En die zei wisselen. Ja, wisselen, doei. En die Rinus bleef maar volhouden dat hij maar uit de wedstrijd had gespeeld. Confronteerde hij hem ermee? Nee. Dan zat ik dus de hele tijd in die huiskamer. Ik denk, moet ik dit nou zeggen? Ja, moet iemand? Toch gaat ze hele verhaal aan. Heb hem niet gedaan. Laat hem niet aan. Niet gedaan. Kon niet over mijn hart verkrijgen. Nee. Ja. Wat lief. Hele lieve man was dat. Ja. Ja. Hey, hebben jullie nog het wielrennen ook gekeken? Ja, we zijn multifunctionele podcast. Maar we moeten ook andere sporten pakken. Ik was het wel met Vanen gemeens, maar dat zei ik ook twee weken geleden over Max Verstappen. Weet je, we moeten het niet normaal gaan vinden. Nee. Dit is niet normaal. Nee, maar dat kan je toch niet normaal vinden? Nee, dit is buitenaards. Dit is gewoon, je zit naar iemand te kijken die ergens aan meedoet en dat gewoon als allerbeste beheerst. Nee, maar ik bedoel, hij vindt het bijna normaal als ik die interviews in de afloop zie. Ja, maar ook de manier waarop die... waar iedereen problemen heeft. En alsof hij gewoon over asfalt reed. Hij moest de Koppenberg op. Ja, helemaal glibberig van de modder en de regen. Helemaal glibberig, sommige mensen pakten de fiets onder de arm en liepen naar boven. Hij niet. Nee, maar dat ze nog meedoen de rest. Ja, dat ze er nog zin in hebben. Ja. Ja. Nee, maar ik zet dat tegenop. Je hoeft wanneer je die tv ook maar aanzet, je ziet hem op kop rijden. En dan de hele tijd niks en dan een peloton. Ja. Heigende mannen erachteraan. Waanzinnig. Maar hij kan ook, dat is natuurlijk ook de zeg maar, dat kan ook alleen de top. Hij ziet er makkelijk uit. Ja, dat is maar hij zegt, ik heb zo afgezien, heb ik zo afgezien. Maar je ziet het alleen niet. Nee, je ziet het niet aan hem. Nee. Je ziet het dus niet die andere jongens die ook rijden, die worden nerveus. Ja, je ziet Want het die niet. Kijken naar je gezicht. Ja. Ja. En als jij gewoon voor je uit zit te staren, een beetje bellen. Net nog niet fluitend. Ja, goed hè. Nee, maar dat geldt voor Verstappen natuurlijk ook. Hoe ver nog? Het moment dat Verstappen even stopt om een uitsmijter te eten, is natuurlijk... Nee, die is natuurlijk niet ver weg. Weet je, dat heb je zo ver voor. Dan je even stop, je gooit van de tosti naar binnen en je rijdt weer door, weet je wel. Helemaal niet je banden weer los zo. Nee, gewoon langs die kant zetten, de tosti pakken en weer doorrijden. Het is een van de mooiste verhalen uit de geschiedenis van de Tour de France. Hè? Dat is een keer gebeurd, hè? Ja. Die is, ik geloof dat hij heette niet Zaaf van zijn achternaam. En dat was een Marokkaan, geloof ik. Ja. Denk ik. Die kon heel goed tegen de hitte. En die was zo ver op, die berg op. Die is gestopt. En die is even wat gaan drinken met wat mensen. Die heeft ook een slokje wijn genomen. Ook nog een slokje wijn. En die is onder een boom gaan zitten. En die is in slaap gevallen. En toen is het hele peloton voorbij gefietst.
serieus. Ik weet dat omdat Wilfried de Jong is nog eens een keer op zoek gegaan naar die specifieke boom. Of ja? Die er nog stond. Goed, dat is een beroemd verhaal is dat, ja. Maar daar zien we Mathieu ook voor toestaan. Ja, dat is een kwestie van tijd. Ja. Dat die even, maar ik denk ook als die Max dadelijk ook mensen voorbij gaat rijden, voor zover, dat hoeft hij niet, daar rijdt voorop. Maar dat hij ook zwaait. Het doet dat ook. Nee, dat hij maar één hand op. Ja. Hey. Ja. Dat is goed, maar dat de rest denkt, de kap ermee. Het is wel waanzinnig dat we dat... kijk, voor zover, die een woont in Monaco, die ander woont in België. Maar toch, het zijn Nederlanders. Ja. Het is wel waanzinnig dat we twee van die figuren tegelijk hebben. Hè? Zeker, man. Dat is, ja, maar dat is ook natuurlijk in het tennis. Hè, nu dat we de drie beste tennissers in één generatie zitten. Ja, ja. Nadal, Federer en Djokovic. Ja. Dat is bijzonder. Dat is heel bijzonder dat dat gebeurt. Normaal is het zo dat er dadelijk komt er weer een die wint 16 Grand Slam. Ja. Maar nu zitten ze allemaal bij elkaar. En ze gingen nog tegen elkaar op ook. Allebei 16. Ze maakten elkaar beter, hè? Ja. Maar dat houdt niet op dadelijk. Ja, dat Nadal en Federer zijn klaar. Is klaar. Ik zag nog een mooi filmpje van... hoe heet hij nou? Die vroeger met die pruik op die Amerika Agassi. Ja. Heb je dat gezien, Agassi? Nee. Over de service van Becker? Nee. Dat was een heel grappig filmpje. Dus hij zei van, ja, die Boris Becker, dat was niet tegen te spelen. Ja. En wat zei hij dan? Nou, boom, die service, daar was hij de eerste mee. Ja. Hè? Zo'n kanonskogel. Niemand had er antwoord op, hij ook niet. Hij zei, maar hij is een freak. Hè? Ik heb een keer dat boek van hem gelezen, Open, die biografie. Een hele goede sportbiografie over Agassi. En hij zei, ik ben beelden gaan bestuderen. En toen kwam ik erachter dat elke keer als hij serveerde, vlak voordat hij die bal sloeg, deed hij zijn tong een beetje naar buiten. Zag je zijn tong, een soort zenuwentik. Okay. En toen was het hem opgevallen dat als hij die bal door het midden sloeg, als zijn tong in het midden zat, sloeg die bal ook door het midden. Dat zag hij. Ja, en als die tong naar links zat, dan ging die bal ook naar links. Dus toen kon hij hem pakken. Maar hij vertelde het hem niet. Hij zei ook van, ik ging niet elke... Hij maakte niet de fout om op elke service te retourneren, want dan zou het op gaan vallen. Alleen op de cruciale punten ging kijken. Maar waarom is het een freak? Wat was er dan mee met hem? Dat zou zo vertellen. Maar het mooiste vind ik dat die Agassi zegt van, ik heb dat nooit aan die Boris Becker verteld natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Maar ook na zijn carrière niet. Ja, tot nu. Ze dus onlangs, geloof ik, of een paar jaar geleden, bij dat Oktoberfest waren. Ja. Bierzuipen in München, weet je wel. En ze zaten naast elkaar. En toen zeiden, ja, nou kan Mime voor me houden. Ik moet het je toch vertellen. Ik let altijd op jouw tong en daarmee verraden je slag. En wat zei hij toen, die Becker? Toen zei hij, het is niet te geloven. Ik heb altijd tegen mijn vrouw gezegd, het lijkt wel of die Agassi mijn gedachten kan lezen. Daar kwamen ze nu achter met zo'n hele grote pot bier in Beieren. Ja. Nou, dat was een goed verhaal. Maar weet je, ik las een... Ook een verhaal dat die man gewoon in de gevangenis gezeten. Ja. Die helemaal naar de klote. Ja, absurd. En weer terugkomen. Maar ik las een verhaal over statistieken. Weet je dat tennis de enige... Ja, de enige sport, weet ik niet, maar even weinige sporten is waar geen of heel weinig statistieken worden bijgehouden. Laat maar zeggen, computer gestuurd. Ja. Dat ze alles kunnen zien. In voetbal heb je het anders. Ja, ja. Tennis dus niet. Omdat? Ja, dat weet ik niet. Is de sport niet voor of zo? Dat is de... Het was een artikel, volgens mij las ik het in de Correspondent. Daar hadden ze een artikel geschreven, een jongen of een dame, dat weet ik niet meer precies. En ik las dat artikel en ik denk van, hè? En die zegt, de hele markt ligt open in tennis. Ja, ja. Daar wordt dus niet naar statistieken gekeken. Van wat jij dus nu noemt, nou ja, dat zou daar dan invallen. Ja. De tong, maar dat is misschien een beetje overdreven. Ja. Maar hoe ze lopen en naar rechts en naar niks en door het midden. Ik kan bijna niet voorstellen. Nee, dat is een wereldsport. Ik begreep hem ook niet. Nee. Ik begreep, maar misschien is het wel waar. Ligt er een markt open. Ja. Nee, maar hij was een freak. Agassi. Ja. Altijd bezig met... ook met dat heel onzeker. En een vader die hem heel erg pushte. Weet je, hij had waanzinnig veel talent, maar eigenlijk wilde hij niet. Ja, maar hij zei toch ook toen hij klaar was, ik heb er nooit plezier aan. Hij nooit plezier aan gehad, alleen maar druk. Dat is bijzonder. Dat was heel pijnlijk om te lezen. Het is natuurlijk ook een klotensport, omdat je staat daar alleen. Ja, je kan je niet verschuilen. Je kan je niet verschuilen. Nee, het is verschrikkelijk. Kijk, wij kunnen nog zeggen... Als je dan 1-1 speelt, van ja, als godverdomme die Vanenburg die bal goed geeft, schiet ik hem in. Ja, je kan het altijd. Ja. Maar dat is je moet het altijd bij jezelf. En anderen kunnen jou helpen, hè? Als jij niet mee verdedigt, dan gaat er iemand anders voor jou mee verdedigen. Ja. Maar je komt alleen die baan op en je moet het alleen doen, weet je wel. Dat is zo... Ja, maar daarom zie je die krankzinnige woede-uitbarstingen natuurlijk van die gasten. Druk. De druk is groot. Op wie moet je boos worden? Ja. Op jezelf of op dat racket. Nou, dan rammen dat racket maar in elkaar. Ja. Maar golf lijkt me ook zo'n sport. Zo'n frustrerende sport. Het is precies hetzelfde. Ja. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat de allermooiste documentaire
die ik ooit van mijn leven gezien heb, vond ik wel met Michael Jordan. Hoor. Ja, 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 die was mooi. Echt, dat was zo mooi. Maar ook ja, dat ja. het zo'n teringlijn ja, was. Ja, ja. Die elke training aan het zuigen was. En elke... Had je anders verwacht dan? Voor zo iemand die het al, dat allemaal want wint. Want al die spelers die met hem gespeeld hebben, zei, hij was geen aardige jongen. Nee. Hij was een engert. Ja. Een vervelende teringleier was het. Ja. Dat is ook wel bijzonder, weet je wel. Omdat... Ja, maar dat verbaasde mij niet. Nee. Dat hij zo'n teringleier was. Nee. Ken je nou heel veel echte topsporters die ontzettend vriendelijk en sociaal zijn? In hun carrière. Ik ben het met je eens dat hij super extreem was. Ja. Daarin, in de teringleier zijn. Maar ook super extreem in het superster zijn. Maar ja. De meeste toppers zijn toch niet echt... Nee, maar het enige wat mij altijd opviel... dat de echte toppers, Van Basten en Gullit bijvoorbeeld... waar ik mee gespeeld heb, dat is dan de absolute wereldtop, weet je wel. Ja. Daar reken ik Rijkaard nog geen eens onder. En daar reken ik ook Van Nistelrooy niet onder. Mm-hmm. Dus de absolute wereldtop is Van Basten. Ik denk Van Basten de allerbeste centrumspits is die ooit geleefd heb. Ja? Ja. Ik doe puur 9. Ja. Snelheid. Koppen. Ja. Scorend vermogen. Gemeen zijn. Niet normaal. Ja, dat was de allerbeste. Ja. En Benzema was ook goed. En Van Nistelrooy was ook goed. En weet je, onze vriend van Manchester City, de Argentijn, was ook goed. We waren allemaal goed. Maar dit was vrij extreem. En als ik dan naar hun keek, dan kan ik me alleen nog maar wel... wat ik me dan, als ik aan hun terugdenk, dat ze van hun eigen grootheid bewust waren. Dus eigenlijk... De rest niet echt serieus namen. Nee, ook nee. mij niet, of Wim Kief niet, of Aaron Winter. Eigen op de eigen planeet. Ja, leefde volledig op hun eigen, zeg maar, in hun eigen dingetje, weet je wel. Ja, Maar Ruud was wel sociaal, toch? Als je het vergelijkt met Michael Jordan bijvoorbeeld, dat gedrag. Ja. Nee, ik bedoel, Michael Jordan, dat wat dan gezegd werd, dat het gewoon een engert was. Maar ik vond het zo mooi. Ik ga hem nog een keer kijken dan. Ja, je kan hem makkelijk 2 keer zien. Maar die Dennis Rodman. Ja, die is het beste. Die dan bij die Michael Jordan op de kamer komt. En dan zegt, ik pak even een colaatje uit je koelkast. En dat was dan voor hem sorry zeggen. Ja. Want sorry zeggen kon hij niet. Nee. Maar het feit dat hij bij hem op de kamer kwam. Een colaatje uit de kamer. Dat vond ik zo goed. Ja, maar dat doet me denken aan die... Dat zie je toch wel vaker bij die... Bij dat soort grootheden in de communicatie. Dat is ook dat beroemde verhaal van Ernst Happel. Ja. Dat Ernst Happel zet voor de Europacup finale Eddie Treitel ernaast. Die heeft alle wedstrijden gekiept. Maar die laat tegen Ajax 2 keer een bal uit zijn klauwen vallen. Ja. En Happel die zegt, Schaafland die kiept de Europacup 1 finale. De allereerste voor een Nederlandse club. En die Treitel natuurlijk doodziek. En na afloop in het vliegtuig gaat Happel naast hem zitten. Zegt niks. Zegt daar helemaal niks over. Treitel zegt ook niks tegen hem. Want die is nog steeds wit heet. Maar waardeer toch het gebaar, want hij snapt... dit is zijn manier om zijn verontschuldigingen aan te bieden. Die man kan dus niet zeggen van... ja, lullig voor je, sorry. Dan krijgt hij niet over zijn lippen, maar dit komt dan het dichtst bij. Dat is een beetje vergelijkbaar wat jij zegt. Ze zijn natuurlijk allemaal gek, die toppers. Maar ik denk, wat jij zegt, ik zit over na te denken... iedereen in de wereldtop, voetballer ook, terwijl hij in een teamsport zit... die moet absoluut iets... egocentrisch, asociaals hebben om daar in een korte periode te blijven staan. Tuurlijk. Je kunt niet, denk ik, nog sociale Henkie spelen. Dat is bijna. Ik kan er geen één herinneren die in de wereldtops zat. En dat je zei, nou, daarnaast deed hij ook nog al die goede doelen en dan ging hij naar supporters. En die was nog best 10 maanden. Nee, maar ik snap het ook wel, weet je wel. Ik heb met Wim ook wel eens over gehad. Van zat in dat boek met Wim. Dat hij zegt, Wim zei, denk ik erg me altijd aan dat beeld van de domme voetballer, weet je wel, wat bestaat. Ja, hij zegt dat mensen dan zeggen van, waarom lezen die jongens niet een keer een boek? Ja. Of waarom doen ze niet een keer iets voor een goed doel? Dat hij zei, die mensen begrijpen dus niet dat je al je energie, al je aandacht, alles wat je in je hebt, nodig hebt om die wedstrijd te spelen. Ja. Hij zei, voor een Europacup finale, dan kan je niet eens een kruiswoordpuzzel lezen in de krant. Laat staan oplossen, weet je. Maar gaat die image, niet. Ik hoor het wel eens als je bij mensen gewoon... praat of zo, nog steeds wordt dat gezegd. En als je dan zegt, de enige om het te pareren is... maar het is ook een bepaald type mens... van ja, ze zijn niet al te slim, hè? Ik zeg, nee. Dan krijgen we lezen van boeken. Of wat ze school doen, die jongens dan? Ik zeg, nou, ik heb er één ontmoet, die had ateneum gedaan. Nou, dat is dan een uitzondering. Dat is dan een uitzondering. Maar dat is natuurlijk kolder. Ja. Want zij zouden nooit kunnen wat deze jongens... of de meisjes kunnen...
met die druk om te kunnen gaan om een topsportprestatie te leveren. Totaal ander soort intelligentie. Ja, ook dat. Heeft niks te maken met boeken lezen. Nee, nee, precies. Nul. Dat is ook zo. Maar weet je wat ik ook mooi vind van waar we het nou over hebben? Die toppers die dan hard zijn, want je moet hard zijn om in die kleedkamer te overleven. Dat als ze dan gestopt zijn en ouder worden, dan worden ze milder. En dan krijg je dus van die filmpjes die we te zien hebben gekregen, die in Frankfurt zijn gemaakt bij die reunie van Nederland-Duitsland. Heb je dat nog gezien? Ja, nee, dat heb ik niet meegekregen. Ja, was wel leuk. Was wel leuk. Dan zie je toch wel. Stel er geen fuck voor, want het was gewoon, ze zaten in een cafeetje en de een kwam en de ander kwam binnen. Maar het was toch mooi om te zien hoe Van Kerkhoff Neeskens omhelsde. En je Neeskens kwam binnen, iedereen, maar Israël, alles zat daar. Ja, maar ik vind dat het zo mooi dat die hiërarchie van vroeger nog steeds gelijk hersteld wordt. Ja. Dus Arie Haan, die komt binnen in een lange jas. Iedereen ziet gelijk dat Arie Haan binnenkomt, hè, nog steeds. Ja. En Kees van Iersel, die stelde zich volgens mij voor aan Jan Neeskens. Ja, weet je wel, dit was helemaal weer. Ja, is die en Van Hanegem zat even zo een beetje aan de zijkant alles te observeren. Het was echt een mooi filmpje wat dat betreft. Ik denk dat ze het onwijs leuk hebben gehad. Dat kan niet anders. Ze hebben er verder weinig publicitair mee gedaan. Ik zag alleen Wim Rijsbergen even op het veld een interviewtje geven. Ja, voor de rest helemaal niks. Maar verder hebben ze het helemaal klein gehouden. Ja. Wat ook wel weer leuk is. Het waren geen klein, was een aardig elftalletje. Dat was een aardig elftal. Als je die beelden wel eens ziet van die wedstrijd van de WK 74, dus Nederland op Brazilië of zo. Ja, die slachtpartij. Ja. Argentinië hadden ook nog voor de gezelligheid ergens lopen. Ja. Als je dat nu zou doen, krijgt iedereen 12 jaar TBR. Ja. De politie komt het veld op, haalt je eraf. Ja. Wat daar geschopt is en geslagen. Ja. En niemand was daarmee bezig. Hè? Die hadden wel wereldkampioen moeten worden. Ja, die tuurlijk. Hadden echt een goed elftal. Ja. Je hebt het over Nederland, hoop ik. 74. Ja, tuurlijk. Dat is echt een goed elftal. Ja. 78. En die hebben een partij kansen gehad. Nu zien we van die finale altijd alleen maar die 3 doelpunten. Maar als je dat terug gaat kijken, het aantal kansen wat ze hebben gehad ook. Ja, dat is niet zo ongelooflijk. Maar ja, het is natuurlijk altijd vervelend en lullig. En dat je juist op die finale dag een mindere dag hebt. Weet je? Ja. Dat je hebt tijdens een toernooi, je kan mindere dagen. Dat maakt allemaal gereed uit. Maar dat het maar net de finale dag is. Ja. Dat is natuurlijk niet lekker. Maar het is sowieso een heel merkwaardig iets natuurlijk. Want de aanloop ernaartoe was rampzalig. Ja. Als je die krantenverslagen leest, wat ik wel eens heb gedaan, daar staat echt letterlijk in de kranten, we kunnen beter niet gaan. Ja. En Michels is niet goed bij zijn hoofd met dat geëxperimenteerd. Hij weet het niet meer. Hij is de draad kwijt. Ja. Opeens valt het in elkaar op een training. Dan gaat het waanzinnig goed tot de laatste wedstrijd. Ja. Daarom winnen we ook de EK nu. Denk jij, hè? Nou, die gaan we winnen. Ik heb Ronald gesproken 2 jaar geleden. Heb je het nog een keer uitgelegd aan Ronald Koeman. En ik heb gezegd, Ronald, je hoeft je geen zorgen te maken. Die EK zit in de tas. Ja. Die hebben we. Okay. Maar elk toernooi, en jij noemt nu 74, wordt het Nederlands elftal neergezet als een stelletje mafkezen. Is niet waar, want we gaan er ook heen met het idee, we worden fluitend wereldkampioen. Maar de vriendschappelijke wedstrijden daarvoor. Ja, dan gaat het vaak. Het is vaak, en dat hoort een beetje bij onze cultuur. Ja. We zijn kritisch, we zijn een beetje zeikertjes allemaal. Kijk, dit elftal nu kan je niet vergelijken met 74. Maar dat is trouwens helemaal niet waar. Want jij zegt dat wij zeikertjes zijn en kritisch. Want het ligt eraan maar waar je het mee vergelijkt. Dan moet je de Engelse krant eens lezen. Ja, die zijn erger. Hoe die het Engelse elftal begeleiden. Ja, die gooien er een schepje op. Echt, dat die er nog heen gaan, die spelers. Ja, dat die nog überhaupt willen voetballen. Ja. Okay, ja, maar kijk, wij hebben nog dat wij het leuk zouden vinden dat Nederland als Nederland de halve finale haalt. Ja. Maar landen als Spanje, Frankrijk, die moeten gewoon winnen. Die moeten het toernooi winnen. Ja, dat is een hele andere druk. Wij gaan toen niet. Ik roep niet dat ze dat toernooi winnen. Nee. Want die Spanjaarden die hebben veel meer talent. Die Duitsers Engelsen hebben betere spelers. De Duitsers hebben betere spelers. Ja. Maar als we het nou winnen, wat zeg je dan tegen me? Dat kan niet, Rob. Dat kan niet. Niks. Hebben je geluk gehad, Rob? Ja, dat zeggen we dan. Nee, en blindschot. Wat heb je nog meer? Wat had je nog? Heb je nog wat leuks? Wat had je nog? Oh, ik heb een blaadje tegenwoordig. Omdat jullie met niks komen, zal ik het wel weet moeten ik, doen. Weet ik. Nou, die Premier League. Nee, maar heb je dat nog gezien? Wij zitten over Wim Kieft, zaten wij net, weet je wel? Wim Kieft en dat die, nou, zijn contract loopt af en weet je, wie nemen mij? Maar echt waar, ik vind Wim Kieft echt de enige die voor mij het luisteren waard is. Ja. Van al die figuren die daar. Van Ali Boussabon tot hoe heet hij ook weer, die ook bij Studio Voetbal zit. Ook Van Basten niet.
Ja, ik hij vind, is toch wel leuk, spannend, joh. Ik vind Van Basten wel inderdaad wel spannend. Ruud wil het vooral leuk houden en niet te moeilijk doen. Ja, maar Ruud kan wel goed vertellen. Kijk, dat vind ik ook. Die analisten worden allemaal beoordeeld op hun tactische, of ze tactisch inzicht hebben. Maar eigenlijk boeit mij dat helemaal niet. Nee, joh. Dan kan niemand een goed verhaal vertellen. En Gullit kan wel een goed verhaal vertellen. Ja. En Marco is het leukste met zijn mimiek. Ja, als hij niks zegt, als is hij niks al zegt. Hij zit mensen helemaal te hypnotiseren altijd. Ja, kijk naar mensen die echt denken, waarom ben je hier? Ja. Ja. Maar dat is dus wat ik zei. Dat zowel Ruud als Marco... Kijk, Ruud speelt het, hè. Ruud speelt belangstelling. Ja, ja. Maar als daar Boularou zit, ja, dat interesseert hun gereed wat hij te melden heeft. Nee, natuurlijk niet. Of als er een keeper bij zit. De keeper is helemaal klaar. Ja, ja. Maar Wim, het is inderdaad raar... Inderdaad, Wim zijn contract loopt af. Ja. En we hebben een enorm probleem om mensen maar te overtuigen op tv die het bepalen. Ja. Dat Wim absoluut moet blijven. Want ja, Wim hoort gewoon op die tv met zijn mening en zijn uitstraling. Ja, zeker. En er is iets... Ik weet niet wat er in die directies daar speelt. Nou, volgens mij is het zo. Dat is ook onze ervaring, geloof ik. Dat hoe hoger je komt in die top, in die piramide van tv... hoe minder verstand ze van tv hebben. Ja, dat is waar. Ja, joh, dat idee heb ik altijd. Maar waar is het op baseren? En ik stel die vraag dan wel eens aan die mensen. Maar wat is jullie probleem dan om Wim te verlengen? Wat is dit al? Helen Hendricks wil hem houden, bijvoorbeeld. Ja, ik wil hem er graag bij houden. En dan zei, hij is hartstikke goed, man. Ik heb laatst met hem in de voetbalkantine gestaan om even een praatje te houden. Hij wint die hele het publiek zo om zijn vingers. Er is niks aan de hand. Dus er moet een actie komen. Trek Wim door de kerst. Trek Wim over de streep. Nee, maar het is ik zit gisteren ook naar die Arno Vermeulen. Kijk, er zitten er bij mij te veel. Dat is 95% die denkt dat wat ze zeggen zo is. Ja. Dat is in voetbal niet zo. Nee, het is geen exacte wetenschap. Nee. Sowieso niet. Dat is Kasper, doet dat. Ja, weet je wel, als ik die dingen nou bij elkaar en dan weet je... Ja, dat is een wetenschap. Dat is een wetenschap. Maar voetbal, en er zijn er gewoon voor mij te veel, weet je. Ik bedoel, alleen al die hele actie om directeur van AZ te worden. Kom, wat ben je aan het doen, joh? Doe eens even gewoon, joh. Maar sowieso, hoor, heb ik altijd... ik kijk er niet tegenop, permis, want ik kijk helemaal nergens tegenop. Maar voor mij is de maand april, wat tv aangaat, de moeilijkste maand. Dat is de maand waarop het gaat kabbelen. Want er gebeurt niks. We hebben het nu al 3 maanden over Gaza. We hebben het al 3 maanden over Oekraïne. We hebben het al 3 maanden over... toeslagenaffaire. Dat Ajax zo slecht gaat. We hebben het al 3 maanden over dat Feyenoord best wel redelijk presteert. En dat gaat in de maand april niet veranderen. De maand mei... is er een heel ander verhaal. Ja. Dan krijgen we de finales van de Champions League. Dan gaan we naar het EK kijken. Gebeurt er wat. Dan gebeurt er weer wat. Maar de maand april is terugkijken. Dus maar gisteren ook. Ik merkte het gisteren ook. Dan zet je Rens op en dan zie je daar Angela de Jong met Jan Slachter. En daar gaan we weer. Ja, maar ja. Dat is elke dag. Daar gaan we weer. Ja, je moet daar van. Maar dadelijk in mei heb je weer andere verhalen op. Hè. Dan komt het EK eraan. Met die mensen op tv... Ik heb wel eens het idee dat bij al die talkshows, op die van jullie na dan, ze 50 mensen hebben in een emmer. Nou, maar en die halen ze eruit. Ja, maar je moet zijn er geen 50? Nou, misschien wel minder. Ja, maar het is niet gezegd dat die redactie geen andere mensen wil. Dat is niet gezegd daarmee. Nee, dus dat wordt geweigerd. Nou, ik denk dat heel veel mensen niet... Ik bedoel, het programma waar jij zit... Ik denk 80% van de mensen gaat daar niet zitten. Nee, maar bij de rest is goed, dat is gewoon een mijnenveld. Ja, als je goed bij je hoofd bent, ga je er niet tussen zitten. Tenzij is of zo. valt niks te winnen. Nee, bij ons kan je alleen Chris Woertje draven aan de bar zetten. Ja, dat maakt niet uit. Maar ik kan net zo goed een regenjas over de kruk hangen. Dat maakt niet uit. Nee, maar... dus kijk, ik ben het niet helemaal met je eens. Ze zeiden vroeger ook altijd over... als het over crime ging. Ja, ja. Nou, altijd die Peter R. de Vries. Ja, omdat Peter R. de Vries het meest verstand van had. Ja. Op zich is het niet zo gek dat hij er dan zit. Maar al die mensen die ik zie bij die talkshow zitten... NPO 1 en bij Bo en hoe ze ook al heten mogen... Ik vind het wel een vermoeiend groepje. Ja, maar als ze jou maar morgen bellen, ga jij daar zitten? Nee, maar ze gaan mij niet bellen. Nee, maar als ze bellen, ga jij daar dan zitten? Als wat? Nou, gewoon Nederland-Duitsland komt eraan. We willen een keer voor Rob Jansen horen. Ga jij dan bij Op 1 zitten of bij Renzen? Afhankelijk wie er aan die tafel zit. Want je zit ook vaak voor lul. Ja, nou, wat goed. Jij gooit al een drempel op. En zo zijn er nog heel veel mensen die nee zeggen. Dus misschien is dat vijvertje wel veel kleiner. Zit ik gisteren te luisteren. En dat is voor mij nog een aardig jochie ook, dat Rotterdamse ventje. Hoe heet die ook Kramer. Ja. Dat is wel een aardig jochie, lijkt mij. Ja. Het is toch hartstikke leuk dat een voetballer die nog actief is daar zijn mening geeft. Nee, die Sander de Kramer. Oh, Sander. Ja. Oh, ik dacht Michiel Kramer. Ja, Michiel Kramer. Nee, maar Sander de Kramer. Oh, ja. Die zit hier gisteren naar te kijken bij Helene. Die gaat dan een verhaal van 10 minuten houden.
dat hij best wel zeg maar een aantal maanden in de favela zou willen wonen. Omdat daar is het zeg maar het is heel simpel gesteld daar. Dat kan wel zeggen. Ja, klopt. Ja, niemand heeft geld. Nee. Leven of dood. Toen was ik dat uit te luisteren. Weet je ja, hij is daar geweest hè? Met Leonardo en zo. Is die ja, maar ook nu laatst weer was die, had hij een filmpje bij. En dan speelde ze allemaal in Feyenoord. Ja, klopt. Ja, dat is een vriend van mij. Die heeft daar die voetbalschool. Ja, dat klopt. Ja. Ja, nou ja, ik weet niet. Weet je wat het ook is? Je bent ook niet wettelijk verplicht om ze allemaal te kijken, hè, die talkshow. Ik wel. Ik bedoel, jij wel. Maar als ik Angela de Jong zie... Dat klopt, ja, je hebt gelijk. Dan denk ik altijd van... laat me kijken in mijn boekenkast wat er nog staat. Want, dat geloof ik allemaal wel. Dat is ja, waar. Toch? Dat is waar. Jan Slachten. Ja, Jan Slachten. Ja, hou op, man. Hey, weet je wat zou die Jan Slachten nou echt op dat meisje van de SP gelegen hebben? Dat kan ik me niet voorstellen. Ik heb dat in het doorgaans zeer goed geïnformeerde en betrouwbare programma VI vandaag gehoord, ja. Dus dan ga ik ervan uit dat dat waar is. Ja. Welk meisje? Meisje van de SP. Lilian? Ja. Jan Slachten. Ja, maar dat is 100 jaar geleden, man. Jan Slachten? Dat is 100 jaar geleden. Nou, het laat 5 jaar geleden zijn. Toen was Jan Slachter ook al oud. Toen was hij ook al bejaard. Ja, ja bejaarde man. Hey, weet je, heb je nog Manchester United ook gezien? Want er is nu nog maar één redding voor Ten Hag, hè? En dat is? Als Rob Manchester United koopt. Als hij nu gaat onthullen dat zijn club United is. Hey, maar toe, is het al wel wat bij die club? Gaat het alweer... Ja, we zijn goed bezig. Met 2 clubs blijf je over? Ja, we hebben 2 nog over. Steeds? Noem er zijn. Nee. Eén van de 2. Nee. Er zijn er 2 over en ja, dat gaat wel even duren. Ja? Het is nu met financiën, gaan ze aan het kijken. Ja, dat was vorige keer ook. Ja, en dat duurt even, vrienden. Daar kan ik, op het moment er een stapje gemaakt wordt, dan gaan we erover praten. Maar nu heeft dat... Maar er zijn er 2 over, dat klopt. En zit de BBC achter je aan? Zitten ze in Engeland al te vissen of blijft het rustig? Nou, niet zo heel heftig. Het wordt wel gevolgd wat we doen. Ja. En ik denk op het moment dat we publicitair gaan van we gaan daarheen of we komen eraan met die groep... Dan heb je wel kans dat er een gekkenhuis losbarst. Ja. Is het voor jou nog een optie om Ihattaren mee te nemen naar je nieuwe club? Want die zoekt ook nog een werkgever, las ik. Ach, het is die, ja, ik vind het ook wel weer triest hoor. Is ook maar triest. Dat is toch die jongen? Is ook voor het publiek triest trouwens. Ja, en voor het Nederlands elftal. Triest voor die jongen, man. Ja. Dat is op zich een docu waard, die jongen. Ja. Want wat is daar in gods hemelsnaam aan de hand in zijn hoofd? Ja. Of in zijn omgeving. En wie gaat hem helpen? Wie gaat hem redden? En weet je hoeveel mensen het geprobeerd hebben? Ja, daarom. Ja. En er waren geen domoren. Nee. Er waren echt wel mensen bij. Ik dacht van, nou, oké, dat zal eens kunnen lukken. Ja, maar zeker. Die hebben allemaal gezegd, het is best met je. Ja. Het is wel zielig. In principe heeft die club natuurlijk ook de nek uitgestoken, dat Slavia. Ja, Slavia Praag. Hij kwam daar gewoon met overgewicht en nauwelijks getraind aan. Maar niemand vertelt ook wat ze constateren met hem. Hè? Dat wordt nooit gezegd. Nee. We hebben met hem gepraat en nou blijkt dit. Nee. Er is iets schimmers, waardoor het steeds niet Er is lukt. Geen diagnose. Er is geen diagnose. Er is een Kaspertje op. Open. We moeten er iemand anders. Is er nog nieuws van Kasper van het Curaçaose voetbalfront eigenlijk? Want jij zit er diep in natuurlijk via Kasper. Ja, nou ja, ik heb alleen maar dat ik het leuk vond om die Dick nog zo aan het werk te zien. Ja, dat ik dacht bij mezelf, weet je wat ik op tv ook zei? Je kan een boot kopen, je kan een huis kopen, je kan een flat kopen. Je kan kopen wat je wil. Het allerleukste vind je gewoon om lekker met je volle schoenen aan voor zo'n dugout te staan. Dat vind ik het allerleukste. Maar ze zijn nu toch klaar? Ik bedoel, is die oefening... Ja, ze gaan nu 3 keer 10 dagen. Zei Kasper tegen mij. Dus 3 keer 10 dagen. En in die 10 dagen spelen ze 2 interlands. Okay. Dus 30 dagen gaan ze daar naartoe eigenlijk in een jaar. Ja, in een jaar, oké. Dus dat valt mee. Maar al kom je door pool 1... Heb je gezien hoe dat loopt daarna? Nee. Ja, joh, je hebt geen idee. Wat je dan allemaal nog tegenkomt? Ja, joh, je komt nog een berg tegen. Ja, maar ik ga er helemaal niet vanuit dat we Curaçao de halve finale van het WK zou spelen, hoor. Suriname had ook een kans en die begint ook al niet al te best. Het is niet zo makkelijk, hè? Suriname? Ja, die zit in een ander gebied. Vind je die ook een nationale elftal? Ja. En misschien wel sterker. Ja? Dat zou me niet verbazen, Wie speelt daar mee, bijvoorbeeld? Stanley Menso is daar. Was toch bij toen Seedorf op bezoek was, bij dat gezellige onderrondje met Wilfred Gené. Ja, ja. Op theekrantje. Daar zag je toch die beelden van Suriname? Heb ik niet gezien. Die heb ik niet gezien. Ja, toch? Nou, ik heb het niet gezien, maar dat zal best wel aanleven. Ja. Nou ja, goed jongens. Hey, en PSV? Ja, ook zo'n ik vind die Bos ook zo'n aansteller, weet je wel. Een acteur, hele slechte acteur. Is een hele slechte acteur, weet je wel. Dat, ik bedoel, we weten allemaal,
één, twee keer per jaar heb je een off day en dan verlies je uit van nek. Of ja, niet. Maar als je dat nou doet als je al mijlenver voor staat, is er dan niks aan de hand. Dan kan je het schelen, weet je wel. Ja, ja. Dan zeg je toch gewoon na afloop, jongens, ik vond het niet goed. Ik vond dat we niet lekker aan de wedstrijd begonnen. Ik vond het gewoon, ik vond het niet geweldig, maar het kan een keer gebeuren. Die spelers zaten erbij bij die persconferentie. Alleen die Bos deed net of dat de bus van de drie bussen van supporters ook om het leven gekomen waren. Ja, hè? Maar die spelers gaan er dan ook in mee, hè? Want de trainer is dan heel chagrijnig. Die doet net alsof hij die Champions League heeft verloren. Ja, en die spelers zitten er ook als ter dood veroordeeld erbij. Ja. Terwijl die toch ook bij zichzelf denken, ja, kan een keer gebeuren. Ja, joh, laat lopen, man. Zo voor de fluitenkampioen. Maar dat is inderdaad die Bos, die denkt dan, weet je, ik moet zo naar buiten treden, want ik moet ze weer scherp voor volgende week. Ja. Die zit een hele filosofie in zijn ogen achter. Ja, ja, ja. Terwijl niemand daar iets op geeft. Hij alleen. Ja, maar goed, die man moet natuurlijk ook even ter zijn verdediging. Die moet elke week moet hij naar zo'n wedstrijd aanschuiven achter zo'n tafel. Ja. En dan zitten er allemaal van die kwezels die allemaal met zo'n opschrijfbloekje zitten. En hij moet elke keer weer een keer een verhaaltje vertellen. Ik was voor SBS, was ik naar PSV tegen Austria Wien. Voor de, zeg maar, de voorwedstrijden voor de... Ja. En toen komt die Bos, komt na aflopen, die zegt, ja, weet je... Het was zo knap dat we dat onder dat Austria Wien door konden voetballen. Want die zette zoveel druk op ons. Ik denk, waar zit die man? Ik heb helemaal niemand druk zien zetten. Helemaal niemand erop. Zelfs niet één. Ik denk, heeft die man het over? Ik vraag me altijd af, heeft hij nou daadwerkelijk... Vindt hij dat nou echt? Heeft hij daadwerkelijk zo naar die wedstrijd gekeken? Of denkt hij... Van die mensen trappen er toch wel in. Ik zeg dat gewoon. Ik denk het is zo knap dat we daar onderuit konden voetballen. Ik denk, ja, maar Peter, er zette helemaal niemand druk van Austria Wien. Mensen wandelden gewoon naar achteren. Zolang dit soort dingen blijven gebeuren, kunnen wij ons toch tot aan onze dood vermaken met dat voetbal, of niet? Zeker. Maar ik heb nog één. We hebben nog één minuut over jou. Vertel. Jij noemde Bus en ik zit in één keer. Wie? Een bus. Jij ging op stage ooit. Bij Galatasaray. Met jou? Met die bus. Die uitgebrande bus. Ja. Dus we de Rijksweg. Er zaten nog 12 mensen in. Ja, we zitten in het hotel. En de dag daarna moeten die trainen bij Galatasaray. Tijd was Guus Hiddinks al bij Fenerbahçe en noem ze allemaal maar op. Maar die avond daarvoor waren wij gewoon een beetje gezellig aan het eten, wat drinken en zo met iedereen. Met de Nederlandse enclave daar. We zijn te laat voor die training. Dus een uur rijden naar het trainingscomplex. Ja. Dus hij stapt in die auto. Te laat voor de proeftraining. En dat was in zijn nadagen. Ja. En we gaan het niet redden. Nee. Er is niks aan de hand, maak je geen zorgen. Dus we komen bij die training aan. En die ploeg is aan het trainen. Ja. En we rijden zo naar binnen met zo'n auto, met de chauffeur. En hij is helemaal in balans. Ik zeg, dit wordt een ramp. TV-camera. Hij zegt, niks aan de hand. Dus we gaan de kleedkamer in. En hij gaat op zijn gemakje. En we hoorden in die kleedkamer was iemand met zo'n ding op zijn keel. Ja. Dat was heel, een man. Ja, daar hoorde het geluid. Want die sprak natuurlijk geen andere taal. De materiaalman, een hele lieve meneer. Maar hij liep in zijn blote piemel. Dat mocht niet, daar. Je moest met je onderbroek. Ja, geen blote piemel. Nou, hij kleedt zich om. We lopen naar dat veld. En die jongens waren aan het voelen. En er zijn 4, 5 trainers op de middenstip. Ik zei, het is klaar. Ja. Hij zei, komt helemaal goed. Dus hij loopt naar die gasten toe. Ik zie hem praten, ik hoor natuurlijk niks. En die samen zijn schouder slaan en hukken hem. Ja. En hij sluit aan in het rondje wat die spelers aan het lopen waren. Dus ik sta langs dat hek. Ik zeg, en? Hij zei, niks aan de hand, alles onder controle. Wat had hij nou verteld aan die mensen? Ja, wij waren op tijd weg. Op die brug bij de Bosporus brandt een bus uit. Zitten wij achter. Ja. Maar nee, maar daar komt hij. Ik zeg, maar er was helemaal geen bus. Er is helemaal niks uitgebrand. We krijgen daar ellende mee. Wat blijkt, is dus in de krant daarna... blijkt er dus een bus uitgebrand. Met 12 doden. Maar dat wisten we helemaal niet. Nee. Dus die mensen, goed dat ze gered hebben. Contract ging niet door trouwens. Hey, en wat had er nou? Dat was wel een boek geweest met René bij Galatasaray. Weet jij nog dat wij met die Turkse jongen gingen eten? Die Nederlandse speler die daar speelde, gingen wij eten. Ja? En dat zijn vrouw aan een andere tafel moest zitten. Dat die zei, dat mag niet. Ik zei, dat kan er een goede ding aan het geloven. Overwoog je toch je handtekening te zetten? Ja, ik zeg, het is niet altijd. Het heeft ook voordelen. Het is niet altijd slecht. Ja, was wel wat geweest. Jij was gewoon in de gevangenis beland. Onze leukste reizen waren toch wel die reizen naar Roemenië. Oh, ben je ook nog op stage geweest? Nee, daar ben ik met hem. Daar zijn we. Nee, presidentsverkiezingen. We moesten. Weet je dat ik de president van Roemenië word? Nee, hij had. Geef dus mij maar, Ceausescu.
Theo Boekarest. Ja. Die had ons ingehuurd. Die had Rob ingehuurd om zeg maar de presidentsverkiezing te winnen. En de club een beetje... Zeg maar, waanzin. Hier wil ik ook nog helemaal over napraten. De club doorlichten. Ja. En, maar voor de presidentsverkiezing... Maar Jan Wouters de avond daarvoor, wij gingen die Kabataru... Hij en Harder volgens mij niet mee. Maar ik was met Jan Wouters. Dus ik zeg tegen die Kabataru... zoek jij nog even ergens een clubje uit... waar we nog even gezellig kunnen... Nou, toen kwamen we er één binnen. Er zijn gewoon 400 meiden binnen. Echt, ik zeg tegen Jan... daar zit er altijd één tussen Jan die ons bevalt. Dat lijkt me stug dat dat niet zo is. Dus wij waren heel laat terug. En om 3 uur speelde dat Steo Boekarest. En ik moest kijken van, joh, hoe zit dat in... Nou, ik had de warming-up gezien. Ja, met maar Wouters, ik weet nog dat het heel warm in dat dingetje was. Dus het fluitje gaat. En ik maak dit. Oogjes dicht. Ik heb 90 minuten zitten slapen in dat dingetje daar. In dat spelen zo met 90 minuten zitten. En dan werd je wakker met een wit velletje. Naast die man die Rob betaalde dat wij die club gingen. Die man heeft alleen maar dit gehoord. En wat zei je in de afloop? Niks meer aan doen? Gaat prima zo. Goed elftal. Ja, lekker. Prima. Niks aan doen. Hoeveel was het? 10-0 verloren. Ja, kan gebeuren. Maar ja, wat, mag ik even vragen? Wat was jouw achterliggende gedachte om René mee te nemen als jouw assistent? Dat was een mega blunder. Maar die mensen, dat was presidentsverkiezingen. En die president zei nou... Rob, als jij nou inhuur, kan je met een team komen voor de media. Dat die mensen zien dat ik heel serieus met die club bezig ben. Technisch, ja, dat is geen probleem. Was goed, man. Dus ik ging daarheen. Haro Knijf ging mee als advocaat. Gewoon om een beetje indruk te maken. Nee, we moesten wel werken. Maar ik maakte natuurlijk een denkfout. En Wouters en Van der Gijp. Ja, ja, ja. En Jan was net ontslagen bij Ajax als trainer. Ja, ja, ja. René mee, god mag weten waarom ik het heb. Haro en ik serieus. En we komen daar inderdaad aan. En we moesten een rapport maken en... media doen. En dan hadden we ook een persconferentie. Dan moest ik een verhaal vertellen aan de Roemeense media. En die was 's ochtends. Dat was ook een denkfout voor mij. Ja. Dus ik ben daar wel. Ik had mijn broer, Karel was er ook bij. Ja, Kareltje was er ook Karel bij. Karel was er ook Karel bij. Harro was erbij. Harro Knijp. En ik ga daar zitten. En naast me zijn natuurlijk een paar stoelen ernaast... waar Wouters moet zitten. En helemaal gevaarlijker René van der Gijp. Ja. Maar die waren er niet. Nee, gek is dat. Dus we gaan beginnen. En ik ging maar een verhaal vertellen natuurlijk ook. En dat zat wel wat in. En dan gek gaat die deur open. komen ze één voor één binnen. Die zagen eruit. Alsof ze de hele nacht in een tramhuis hadden geslapen. En ik was ze helemaal kwijt geweest de hele nacht. Ik zeg, gaat het jongens? Hallo. Wat een waanzin allemaal. Na de wedstrijd hebben we eten. Ja. En wij zitten met Harro, Rob. Oh ja, in die club. Jan in het restaurant. In het restaurant zitten we in dat restaurant. En naast ons zitten 4 meiden te eten. Mies, echt, ik zweer het je. Echt zo mooi. Zo verschrikkelijk mooi. Waarop ik tegen die voorzitter zeg... hij zegt... is voor jullie. Waarop Rob zegt... Ja, ik kan dat niet doen. Ik zeg maar Rob... Bij ons thuis krijg je bloemen of zo. En die mensen die handelen het zo af. Ik zeg, ik ga dat niet weigeren. Hè, dus dat ga ik niet doen. Wat een slagveld, jongen. Hoe lang zijn jullie er in godsnaam geweest? Een dag of 4. 2,5 jaar. De hele club naar de kloten geholpen. Nee, en het allerleukste was met hem... Ik moet wel toegeven, dat was heel leuk... Het restaurant kwamen wij binnen met die Roemeense mensen. En dat restaurant werd ook schoongeveegd. Ja, dat die mensen moesten eruit en daar zaten te eten. Daar is nog orde en gezag in Roemenië. Daar hebben we geen GroenLinks en klimaatactivisten. Ja, laat je stemadvies vooral achterwege. Door Roemenië. Okay. Dus die werden weggestuurd. Maar wat gebeurt er? Er komt een optreden van een soort majorettenkorps of zo. We zijn Gijp kwijt. Ja. Dus ik zeg tegen Jan, weet jij waar René is? Hij zei, ik heb geen idee. Maar die majoretten komen op en die beentjes gaan omhoog met die stokjes. Hij heeft zich omgekleed als majorette. Staat hij ertussen te dansen? Als majorette. Met een rokje aan en hoog. Weet jij nog, Rob, dat we in dat restaurant zaten te eten... dat die Nastase gedag kwam zeggen? Ja, die Nastase. Die was burgemeester. Oh nee. Van Boekarest. Ja. Mooie man. Die was burgemeester. Ja, over tennisser gesproken. Ja, ja, ja. Burgemeester van Boekarest. Ja, die kan gedacht zijn. Die zat ook in het restaurant. Zijn hele leven lang in een korte broek op een gravelbaan gestaan. Ja. En opeens burgemeester. Maar die Kamataru is een grote jongen daar. Oh, dat zal wel, ja. Want wij namen die altijd mee natuurlijk. Want die moest een beetje vertalen en doen. Hele leuke jongen. Hij is een grote jongen daar. Ja, ook sympathiek. Een sympathieke gozer. Wereldman. Voetbal is daar natuurlijk waanzinnig belangrijk ook. Ja, hij werd daar Europees op scoren natuurlijk.
Hoewel hij in de laatste die wedstrijd 16 inschoot. Ja. Hij kon ook weer daar. Ja. Maar hij was, ik weet niet, leeft hij nog? Ik weet het niet. Zeker wel, denk ik. Onwijs aardige. En een boom. Toen hadden we met mijn broer wijs gemaakt. Deze ook. We komen daar aan. En hij had tegen Kareltje gezegd. Karel, luister, het is een heel bekend gebruik in Roemenië. Als je aankomt en er komen mensen naar je toe, die moet je zoenen. En Karel zei, is dat hier? Ah, dat is een gebruik. Ja. Maar die kamertuil is 3 meter hoog. Ja. Ja, en Karel niet. Is 1,02 meter. Ja. Dus wij komen uit en Gijp zo tegen mij. En Wouter, let op, daar gaat Karel. En Karel zit Ion, dat is zijn voornaam leuk. En die gaat rennen naar hem, jongen. Ja? Nou, alsof gelijk die tong erin. Na 30 jaar. En die rent om zijn nek heen. En we zien die Kamataru kijken. Van, wat is dit? En die hangt een kleine Kareltje om zijn nek. Maar dat kan alleen maar daar. Hè? Ja, in dat soort ja, landen. Tuurlijk, die Kamataru die dan zegt, die uit de menigte. Dan gaan we gelijk naar de auto toe. Je hoeft geen paspoortje af te geven. Nee. Dat is goed, man. Dat heb ik ook wel eens in Afrika gehad. Moest ik naar Ghana toe. Zou die Sam Ardé, de bondscoach, mij opkomen halen van de luchthaven. En ik kom eraan in dat Accra en ik sta keurig met mijn paspoortje in de rij. En ik zie achter die douanier, die Sam. Kom maar. Wat sta je nou te doen? Ik zeg, ja, mijn paspoort. Ja, geef maar aan mij. Ja. En dan langs die douane. Dat hoeft helemaal niet te laten. Nee. Een vriend van de bondscoach loopt gewoon het land binnen. Eigenlijk normaal. Ja, eigenlijk normaal. We zijn er. Oh, nou, ik heb nog één vraag. Oh, één vraag. Ja. Is die nou uiteindelijk president geworden van Steaua Bucharest? Ja. En heb je een rekening gestuurd? Ja. Dan zijn we er volgende week weer. Ja. Dat is een gaaf verhaal, dat Roemenië. In Roemenië. Dat was ik helemaal kwijt eigenlijk. Met Harro, man. Oh, Harrootje. Ja, goed. Dat was wel een slopende trip. Harrootje. Ja, dat begrijp ik. Ach. Hoe kon ik die gekken meenemen?